Hartstikke leuk, toch? Je hebt deel 2 gevonden. Veel plezier bij dat luisteren. Welkom bij een spik Splinter nieuwe podcast over vaste avond in het krabbraat. Mot is goed. Uh, ik heb al een paar hoogtepunten gehoord van Joost en vroeger ja. Dwelleven. Ja. Als, als krap. Uh, maar we hebben op de socials dus ook wat leuks gevraagd, Koen. Ja. Misschien wat we. zoeken. Hè? Ja, ja. Nee, normaal zit niets. ik achter de tablet. In ieder geval. Ja, een beetje wisselen. Maar dit is hem. Vasten avond op de socials. Ik vind daar iedere keer zo mooi gezongen door jou. <laughs> Joris. Wat een prachtige stem. Dat heb ik altijd al een keer willen zeggen. Als ik dit hoor, denk ik. Oh jee. Wat goed gezongen. Ja, dankjewel. Eindelijk iemand. Ja, ja, ja. Koen? <laughs> ja, zou hij doorhebben dat ik het tweede stukje heb gezongen? Of zou hij uh, dat ik, gewoon niet mooi vinden? Nee, denk ik. Wat het. was de vraag? <laughs> nee, we hebben de socials weer gebruikt, Joost. Ik ja. denk dat je dat ook al een paar keer voorbij hebt zien komen. Nou, ik was er naar op zoek, maar ik kon ze niet vinden. Oh. Nou, Koen, vertel even nou, waar Joost ze dat... kan vinden. Ja, dat weten de mensen toch? Ja. Ik ja. heb echt even gekeken. Ja, gewoon Facebook. Ja. ja, heb ik gekeken. Instagram ja heb ik ook opgekeken er staan ja. bij mij nou alleen maar foto's op ja. maar als je gewoon uh, zoekt op motte ja, hey, mensen weten dat ook allemaal niet nee, nee, nee. Nee. als je zoekt op mottenzorgen, dan kom je in ieder geval op onze pagina ja, ja dat is wel zeker Instagram motte slaagstreepjouers ja. ja en mottenzorgen op Spotify Apple podcast YouTube Google Post, podcast YouTube inderdaad Kijk. en Facebook en, en Facebook. Facebook ja en, en... vaste ja, staan dat we ook, ook gewoon ja, ja, ja. ja dat is waar Daar heb ik ook gezien en, uh, uh, maar je had moeten zoeken bij de stories op Instagram. Oh, dan mag je me straks nog even. Ja. Ja, 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 50 jaren Koen, dus uh, dan moeten we ja. daar even. Ja. Ik ja. zie dat ik inmiddels uh, gevolgd word door uh, Vitrazi. Wie is dat? Geen idee. Oh, dat zijn gordijnen. Uh, dat zijn gordijnen. <laughs> ja, precies, dat zijn gordijnen. Maar we uh, hebben, ja, hebben een vraag gesteld. En ik ben blij dat hij hem deze keer opgeschreven heeft. Ja, zeker. Even kijken, waar staat nou, Hij uh, <laughs> er stond erop, hè? Ja. Nee, wat is nou jouw beste vaste-navig-herinnering? En uh, die, kennen we, die hebben we, kunnen we straks ook nog wel aan Joost vragen. Of ja. ze eerst aan Joost stellen. Um, ja. Joost. Deze vraag, dus. Ja. Mijn beste. Ja, nou, mijn beste, nou, ja. mooiste. Ja, leukste. Die heb, ik, die heb ik helemaal niet. Een beste. Maar echt, ik, ik ga. Vind ik. Als ik ga dweilen, ga ik van hoogtepunt naar hoogtepunt voor mezelf. Hè. Uh, het is zo, ja, dat is, is allemaal goed. Misschien is wel een goede herinnering, is die ik dan denk te weten. Is dat ik er was, een, waar, waar was ik met, uh, met Bas van Oevelen samen aan het dweilen. Die zat toen ook in de tijd uh, bij ons in de band. Uh, dat was nog voordat hij prins werd. En volgens mij, wij lagen een keer in een café op de grond te spelen, liggend en uh, die tent op zijn kop. En we stoppen. En we kijken elkaar aan. Van wat zijn wij nou mee bezig? En meer even zo. Het, het gaat mij om dat niet per se dat mijn Bas was of zo. Maar dat, er een, dat, dat, dat je een moment hebt van, van besef. Van dit is bijzonder. Dit is mooi. En Wat hier gebeurt. En die momentjes heb ik gelukkig daarna nog heel vaak gehad. Gewoon dat je even een soort. Je bent bezig. En de, nou ja, op een gegeven moment gaat er een soort. Uh, gaat de besefknop even aan. Je kijkt rond. Kijk, hier, wat hier gaande is, of waar ik in ben beland. En dat is mooi, want dan verwonder je je nog. En zolang je je kan verwonderen, dan, uh, ja, dan, dan leef je. Dan ben je leuk. Ja. Want dat, dat is het mooiste wat er is. Ben je het weer mee eens? Ja, weer al. Alweer, ja, joh. Dat ik ik iets ben het altijd met, het met het iedere gast eens. Oh, ja. um, ik maar ga Achteraf, wel, he, dan wordt er wel, Nee. Wij moeten weer allerlei mensen gaan bedanken en zo. Ook, gaan we gaan straks Doen nog we wel kijken we? naar het sociaal seizoen. -so. Oh, maar we moeten okay. in ieder geval natuurlijk weer even uh, Ruben deze keer weer bedanken. Daar zit hij ja, hoor, met de snor op. Oh, de serpentine is daar. Ja, ja, de serpentine is ja. En uh, uh, Ian is er stiekem ook. Ja, die mag van, van ons foto's maken vandaag. Ja. En dat is uh, tevens vandaag onze mondkapjesman. Oftewel ja, degene precies. die drinken brengt als je drinken nodig ja. hebt, Joost. En, en daar wilde dan... ik eigenlijk ook oh, naartoe oh, oh, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> ja. Ik ben er bijna. Ik, uh, ja, want jullie hadden gezegd wat het signaal was. Het was heel simpel. Ja, heel ja, ja. simpel. Ik ga even afwassen. ik ga zo maar zitten dan. Hè. Ja, ja, nee, heel ja, ja, goed. Ja, ja, heel goed. <laughs> uh, je moet wel het signaal geven. Maar uh, dan, uh, zo eentje nog voor mij. Zo. Ja, lekker, dankjewel. Lekker hoor. Mondmaskerman. Mondmaskerman. Ja, Mondmaskerman. Ja, toch maar wel naar de socials dan. Ja, dan moet ik op mijn telefoon kijken, want daar heb ik ze gescreenshot. <güls> nou, dan pak ik de eerste, wel dan kun jij ze rustig ja, erbij zoeken. Um, Luc zegt hier dat ik samen met mijn moeder onbekend ging dweilen. Ik moet zeggen, Luc. ik ben ook een paar keer onbekend gegaan. Dat is soms echt wel hilarisch. Ja, ook met ge. Luc's moeder? Uh, mogelijk in 2022. Luc, als je luistert, mag ik een nummer? Ja. Dat zou wel leuk zijn, toch? Ja. Gaan we dan met z'n drieën met de moeder van Luc? Ja, kan. Top idee. Zeker. <laughs> ik neem een sminktas mee. <laughs> uh, Jesse, die, die denkt aan zijn allereerste keer de vanavond. Ja, dat is ook bijzonder altijd. Ja. Als je, uh, weten jullie nog dat, dat de eerste keer dat je dat kan herinneren? Want volgens mij bijna al een jaar of vijf, zes, voordat je iets kan herinneren. Ik kan, nou heel erg gezegd niet. Alleen dat we de. Uh, heel vaak heb ik de Videoband van 1996 afgespeeld met de kinderfastenaftooi. Ja. Dat kan me wel herinneren, maar niet de fastenaak en de zelf zeggen. Maar. Ik kan me alleen maar herinneren dat hij kwijt was. <laughs> de videoband is daar wel. Nee, nee. Is dat wel eens. Is daar wel gebeurd? Welk jaar was dat? Ja. <laughs> dat is lang geleden denk ik. Nee, ik kan me nog wel herinneren dat er uit de uh, uh, dat er allemaal lange nekken met koppen uit uh, langs het stadhuis omhoog kwamen. En dus ook weer de vraag: herinner ik me daar of is dat van een filmpje? Dat is maar, niet zo lang geleden volgens mij. Uh, ja, oh, nee, dat dus... zal toch een jaar of uh, 45 geleden zijn. Nee, eh? dat klopt. Dan is het ook een keer gedaan. Ja. Maar, ja? We steken de koppen bij elkaar want dat uh, zijn geweest. Oh, ja. nou, zoeken we nog een keer op, wanneer dat was. Ja, ja. Dat zeker. <laughs> uh, Bart, ja, die schrijft uh, een bepaald drankje op een mooie uh, manier. Uh, Scrobbeler-avond van uh, looporkest De Leutig Krabben in de Marquise. Ja, ja, dat is elk jaar volgens mij dan een hele leuke dag. Ja, ik hoop dat dit jaar niet doorgaat. Ik denk ja. Nou, niet in de marquise. Denk ik. Ja, nee, misschien, nee, misschien ja, de oude, je nou, weet, het weet het niet, trouwens. Een leuke nee. schobbelair avond hier. Hè. Ik zal even mijn mondkapje opdoen. <laughs> um, ja. ja. je neemt hem mee, hè? Ik vind nee, het geweldig. die mooie maskers hier. Hè. Dat vind ik trouwens wel een scherpste. Het is een mooi masker, hè? Nou, moeten we die mensen ook niet even bedanken. Ja, die kunnen we ja, ook wel, is wel even. Dat is bouwclub in de Gouwigheid. Bouwclub in de Gouwigheid. Ja. die spullen van mogen lenen. Complimenten. Ja. ja. Echt super gaaf. Leuk. Ja. Goede bouwclub. Leuk ook. Gezellig. Ja. Um, ik heb nog uh, Jelena, die, uh, die zegt dat ze uh, een keer naar de onthulling van de Prinswagen is geweest. Mm -hmm. Dat is op donderdagavond, zeg ik uit mijn hoofd. Zo. Nee, dat is altijd op, op dinsdag. Oh dinsdagavond. Ja, dinsdag dinsdag ja. voor ja. de vaste Ja, en uh, toen is ze om één uur uh, in niet bepaald nuchtere toestand uh, met de fiets uh, in de rij gaan staan bij de McDrive. <laughs> nou, mooie herinnering, ja. blijkbaar voor haar. Nou ja, kan me voorstellen. Goeie after. Ja. Um, ik kijk jou heel even aan, Koen, die andere. Ja, die toen <laughs> ja, gewoon. Hij de... heeft het zelf ingestuurd. Ja, dat is waar. Richard, um, een bloedneus ingeslagen worden. Ja, klinkt gezellig, hè? Klinkt gezellig, nou, hè? Leek. Volgens mij had jij daar meer uitleg bij. Ja, ik, 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 want, toen was ik benieuwd natuurlijk. Dus ik heb even <laughs> teruggestuurd. Terugge nou, hier willen we natuurlijk meer over weten. Ja. Dus uh, hij heeft het wel verteld. Dat hij uh, een stomme uitdaging had. Dat hij uh, bier ging altijd met een vriend. En uh, de, de, de winnaar mocht de verliezer... Keer zo hard als maar kan in het gezicht slaan, ja. nou dan kan je al raden wie dat er verloren heeft. Ja. ja, en het hij vond het ook nog heel leuk dat de politie recht achter hem ja. stond. Ja, ja, ja. Maar, ja, een van zijn favoriete momenten. Ja, ja. En wat was het volgende onderwerp? Ja. We gaan nu over uh, zinloos geweld hebben. Joost. Ja. Ah, ja, zinvol geweld, geweld. Zinvol. zinvol geweld. Ja. Ja. Uh, ja, en nog wat andere inzendingen, maar uh, ik ja. zeg. Uh, had jij live gekeken of niet? Live? Ja, of was, had jij ook een screenshot? Nee, ik heb live gekeken. Oké, okay, er was niks anders nog bij. Er kwam er zo niet extra, nee. nee, nee. Kunt we je alles gehad? Alles gehad. Kijk eens aan. Vastenavond op de socials. Oh, ik hoor nou, en trouwens, dat jij de laatste bent, inderdaad, en ik de eerste. Ja, maar daar wil ik ook wel iets over zeggen. over eerst. <laughs> Maar ja, nee, maar Blijf je serieus, oefenen. jij kan ook gewoon heel goed uh, saxofoon spelen. <laughs> ja. Ja, ja, dat vind ik ook al een ja, heel ja, compliment. Ja, ja. ja. hey, hey, hey. Dan kan je ook heel goed. Ja? Dat is waar. Ja, ja, dat kan Zeker wel. Je. Echt heel knap. Ik kan geen instrumenten. Joost, jij kan trompet. Jij speelt wasbordje. Uh, tambourijn. Kan jij heel goed volgens mij. Triangel. Triangle ook. Een grote trom. Kleine trom. Ik zie hem ook wel eens op... Hoe heet die dingetjes? Een minixilofoon. Cleaves of zo? Ja, Cleaves. Weet ik niet. Dan moet ik altijd aan Pim vragen hoe die dingen heten. Ja. blokjes. Ja, zo is het. En wat kan jij eigenlijk niet qua instrument? Soes? Soes? Nou, ja dat kan ook nog wel. Ja? Hier zie je. Ja, maar ja. Weet je, dat zijn allemaal blaasinstrumenten. Maar nou ja. Je, ik, daar krijg ik geluid uit. Maar ik kan, ik kan <laughs> natuurlijk helemaal niet spelen. En trompet ook uh, ondertussen niet meer zo goed. Nee. Maar met de vaste neem ik hem mee. En dan, uh, ja, dan gaat het toch wel weer heel goed. Denk ik. <laughs> dat is altijd wel leuk. Wij gaan één keer met de vaste één keer in het jaar, uh, met onze band nog op pad. Dat is trouwens een andere band ondertussen. En die druk dan Krek het al. druk dan Krek het al. Ja. Daar gaan wij mee op pad. Ja, je, je kent ons wel, uh, Joris. Ja, oh, had ik dit niet mogen zeggen? Ja, die, wel, toch? Jawel. Ja, oh. nee, tuurlijk. Dat is, de, de, dat is een hele bijzondere band. Um, maar goed, we zijn allemaal vrij uh, druk met andere activiteiten. Dus het lukt altijd net om één keer met de vastenavond uh, weg te gaan, <laughs> een avondje. Dus dan gaat iedereen die ook in een andere band zit, daar niet mee, maar die gaan met ons mee. En dan, ja. Dat is, is een het fantastische muziek. We zijn ook in geweest, toch? We zijn ook een keer in Roosendaal. Ja, dat was me ook wat. We hebben een, uh, een uh, van de leden die speelt. Uh, Eigenlijk normaal banjo. Maar die mag dan uh, die avond uh, bekken spelen. Of trombone als hij nog een beetje oefent. Je <laughs> trouwens pas voor mij gespeeld. Ik weet het. Samen met jouw vader. Ah, ik, ik ja, ik weet het. Bij, ja. bij, bij, bij jouw ouders thuis. Maar uh, nee, die, uh, en we hadden de gewoonte om, uh, ja, om gekke plekken te verzamelen. En uh, meestal, uh, wat we nu tegenwoordig zeggen, we verzamelen in een of andere friettent altijd. En dat is gewoon uh, vijf minuten van tevoren, krijg je door welke en dan kom je daar naartoe. En uh, we hadden dat jaar uh, gingen we. Dacht nou, David is dat, die moet altijd naar, naar Bergen komen. Maar waarom zouden we niet een keer naar hem toe gaan? En we hebben allemaal een smoking aangetrokken. Ja, Roosendaal, wat, wat dragen ze daar nou? Ze hebben daar ook gewoon carnaval. En hij zegt ook dat het is altijd hartstikke leutig. Ja, en waarom zou het dan niet leutig zijn? Ja. Dat is, ik denk dat het ook gewoon heel gezellig was. En dat bleek ook wel. Dus wij zijn uh, uh, met de instrumenten in de auto, heb daar Rosendaal, hem opgehaald en gezegd nou zeg maar, wij willen naar het leukste café wat er is hier, wij daar naartoe. En dat bleek dat er een dwerpend festival was. En, uh, en daar kon je nog voor inschrijven. Dus ja, <laughs> voordat je het wist, of de, voordat de rest het wist, had ik natuurlijk gewoon gelijk ingeschreven. Denk ja, waarom niet? Dus, <laughs> ingeschreven daar, uh, ja, we werden ingedeeld en alles. Maar ja, wij waren natuurlijk niet van plan om daar zo heel lang te blijven. Dus op een gegeven moment, ja, dat duurde. Ik denk ja, dat wordt niks. We willen, willen naar Bergen. Want we willen natuurlijk daar ook uh, lekker gaan spelen. En vooral niet met de auto naar huis. Dus uh, maar ja, toen moesten we nog wel daar weg zien te komen. En uh, nou, we zijn heel stiekem uh, een, vrienden, een beetje eruit geslopen. En uh, niks gezegd. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is afgelopen. Maar wij waren pleiten. Uh, en we hebben toen in Bergen een fantastische avontuur gehad. Uh, lekker gespeeld en gezongen. Want wij zingen altijd heel veel. Dus uh, ja, dat was onze avontuur in Roosendaal. En, en inderdaad, het was gewoon gezellig daar. Beetje anders. Beetje raar. <laughs> <laughs> nou ja, wij wilden eigenlijk dit jaar Koenen mogen al zeggen. Ook, ja, ja. ook uh, eigenlijk een... Uh... Een avondje Rosendaal pakken. Nee, dat moet je doen. Ja, dat is gewoon, een, gewoon een keer meemaken. Want we bedoelen, iedereen heeft wel een grote mond uh, over bergen Of over Rosendaal. Andersom trouwens ook hoor. Daar nou, meer andersom dan, dan. Ja, denk ik. Maar we moeten het gewoon een keer meegemaakt hebben. Ja. Maar ja, dat gaat dus uh, inderdaad niet door, helaas, helaas. Nee, volgend jaar misschien. Hé, hey, maar Joost. Jij bent echt zo gek als een deur. En dat bedoel ik in positieve zin ja. natuurlijk. Hè? Nee, dat bedoel ik nou hartstikke positief. Nu ook met je mooie jasje aan. Ik ben je afgelopen vast vanavond tegengekomen en heb je inderdaad die smink bij. Ja. Uh, 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 Neuzen inderdaad op. Uh, ga maar door. Hoe doe je dat? Ik, uh, ik bedoel. Hoe doe je dat? Ja, hoe, hoe ben ja. je zo gek als een deur? Dat is, nou, door er niet over na te denken. Je, kijk, je moet over de, sommige dingen niet. Kijk, je moet dingen voorbereiden natuurlijk. Maar je moet er vooral over een heleboel dingen niet te veel nadenken. Ook niet kapot analyseren. Eh, hooguit je het proberen te herinneren. Uh -huh. hé, dan ben je al heel wend. Maar eh, wat heel goed werkt, en volgens mij heb jij daar ook een stukje van meegemaakt vorig jaar. Is door met elkaar even met een groepje bij elkaar te gaan zitten. Ja, ja. En eh, eh, als jij een paar eh, mensen bij elkaar hebt. die daar met dezelfde intentie en doel zitten om, om iets leuters te verzinnen. En die dat ook een beetje kunnen. Dan. Nou, dan ontstaan de meest hilarische momenten. En dan ben je al, al ja, een soort van aan dweilen met elkaar. En dat is heerlijk. En vooral, we hebben dan zo'n dweilgroepje. Dat was, dat ik, had, ik had jou uitgenodigd, mm -hmm. vorig jaar. Ja. Want jij was het, het vuur een beetje kwijt. <laughs> uh, dus, Goed uh, naar seizoen 1 geluisterd. Ja, ja, ja nee, ja. maar dacht, nou, hoe, hoe kan je het vuur naar nou terugkrijgen? Uh, ga eens mee met ons met de dwelavond. Onder één voorwaarde, heb ik toen ook gezegd. Uh -huh. Je mag mee, onder de voorwaarden dat je het volgend jaar met een ander clubje gaan doen. Misschien maar leeftijdgenoten of zo, om te gaan dweilen. En het allermooiste was, dat jij gewoon met een ander ben gaan dweilen. <laughs> nee, maar dat is natuurlijk ja. schitterend. Jij was er wel bij, toen wij wel gingen verzinnen. Jij twijfelde ja. nog. Uh, maar klinkt. het was natuurlijk fantastisch dat jij ook al een andere maand had uh, waarmee je kon gaan dweilen. Ja. We kunnen natuurlijk geen namen noemen. Nee, nee, nee. Dat nee, kan nee, allemaal zeker niet. niet. Maar uh, heerlijk, dat heb je ook gewoon gedaan. En daar heb je voor gekozen. En eigenlijk Hoopte ik dat ook een beetje stiekem. Nee, Zo hey, dan goed was hadden, ik. Je... Hadden wij je ook weer kwijt? Koen. Ja. Ze hadden al spijt als me gebeld hadden. Ja. Nee, nee, nee. nee, we wilden jou het mee laten beleven. Dat gunden we jou. Want eigenlijk is dat wat, wat, wat je iedereen gunt. Is, eh, om, om, om eens een keer te beleven wat dat is. Dat dweilen. En nou hebben we het, nou hebben we het echt over de hè? Dus de, de maandagavond. We mm -hmm, nou, ja. hebben we het nou over. Waar uh, waarbij je toch een, een, een act wegzet of iets. Uh, waarbij je mensen gaat verwonderen, uh, laten lachen. Uh, nou ja, dat, dat hebben we toen. Zaten we inderdaad bij Ad Koopman. <laughs> toevallig hoor. Die zit daar helemaal niet bij. Maar die, 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 daar waren we toevallig. En uh, uh, ja, toen gingen we, <laughs> we gingen dingen verzinnen. Om te gaan dweilen. Ja, en, en het mooiste, dat doen we al jaren. En het is nog... Maar zonder Ad Koopman dus. Ja, nee. Ja, dat nee, weet nee, ik nee, niet. Dat, ja, nee. nee. <laughs> dat we, nou, nee, daar kunnen we niet over uitweiden natuurlijk. Um, het leuke is, er zijn altijd zoveel ideeën die we meestal gewoon helemaal niet doen. Uh -huh. Want vaak is het gewoon een week daarvoor we verzinnen weer wat anders. Of, ja. uh, maar dat maakt ook niet uit. Het leukste en het meest praktische pakje. Uh, met een voldoende dot element erin. Dus lekker simpel, leutig, uh, eenvoudig. Maar uh, wel iets waar je mensen mee uh, uh, verwondert of aan lachen maakt. En uh, het liefst een beetje het motto. Dus je zoekt dat... Dat een beetje in het in de geest van motto. Dat is ook wel leuk als wat sausje. En uh, uh, ja, wij zoeken altijd heel erg de, uh, de actie-interactie op. Dus laat ja. mensen mee beleven, uh, laat ze meedoen. En, uh, en er gebeurt vooral heel veel wat je niet ziet. De verbeelding is mooi. Mensen denken dat er van alles gebeurt, maar er gebeurt helemaal niks natuurlijk. Ja, ik moet wel zeggen, Joost, ik twijfelde inderdaad, want grote namen zaten daarbij, Koen, dan kan ik je, kan ik niet. <laughs> grote Grootie. namen. Nee, gewoon mensen met hele lange namen. Hele lange naam inderdaad, ja. 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 En, nee, maar het waren wel echt allemaal hele toffe ideeën en ik dacht ook eigenlijk... Nou, jij had ook nog ideeën, volgens mij, ingebracht. Ja, ja, ja zeker. Ik heb meteen afgeschoten, maar dat even tezijde. Maar we <laughs> hebben dat nou wel gedaan. <laughs> nee. Nee, maar... Dus inderdaad, het heeft wel geholpen om alleen al daarbij te zitten. Dat kan ik in ieder geval wel vertellen. Nou ja, dat was het, ik hoop dat het vuurtje weer. Eh, ja. daardoor, ook mede daardoor wat is gaan branden. Ja. Maar, ja. maar dat is zo'n zo dwelavond waar je dan iets voor verzint. Een gewone een normale avond, uh, avond. of nou voor weekend is, of met de, met de vastenacht zelf. Dan ben je ook zo gek als een deur, zeg maar. En ik, ja. ik pak dan zo'n megafoontje mee, die, die ik hier ook heb staan. En dat, dat op een gegeven moment is dat grappig, maar dan later is het scheid irritant. Ja. Dus dan is het ook wel weer klaar, maar. Ja, uh... ja, wat is dat? Ik, 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 ik ga eigenlijk nooit normaal weg. Nee. Dus wij heel vaak met, uh, ook wel met, met, met instrumenten of zo. Dan een klein bijntje maken. Of uh, met, met wat maten. Muziek maken. En dan verzinnen we er even wat bij. Of je komt wel onderweg tegen. Heb ik ook hoor. Dan ligt er ergens weer iets in de goot. Dan denk ik, oh, dat is ook leuk. Dan ik ook mee dweilen. Toch niet die neus, hè? Nee, 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 nee. nee. Die heb ik zelf gemaakt. Oh, die... hè, vorig, <laughs> jaar. Ik heb vorig jaar honderden neuzen gemaakt. Zo. Deze heb ik zelf. Uh, Speciaal voor jou gemaakt. Ja, nee, zeker. Maar... Nee, het is leuk om iets te doen. Iets te hebben... waarmee je... waarmee je in het gesprek komt met een ander. Bij mij is dat wel overigens vaak het sminktasje tegenwoordig. Maar je kan ook een... Stel, je vindt een taartdoos op straat. wat denk je nou, ik zou die dan meenemen. Dat is leuk. Een taardoos. Nou, je geluk hebt, zit er nog wat taart in. En uh, wat zou ik dan doen? Dan ga ik daar uh, met mensen uh, in het café. Daar ga natuurlijk iets mee doen. Kom je echt Waarom heb jij een taartdoos bij? Nou ja, je verzint plekken plekken de meeste hilarische, <laughs> gekke dingen. Hey, zit de beest in of er zit van alles in. En dat maakt niet uit, Wat gebeurt gewoon. En op een gegeven moment wordt die taartdoos in de loop vanavond belangrijk of zo. En uh, wat je dan natuurlijk doet, is een gat te maken je hand erin. <laughs> dus als het gesprek helemaal klaar is, dan denk ik, nou oké, okay, je mag dan toch kijken. Want dat mag natuurlijk niet. En uh, nou, doe je die open. Ja, en er zit, er zit dan zit daar je hand in een taart of zo. In, een bewegende taart. Zoiets, dat kan. Ik trouwens niet zelf, dat heb iemand echt een keer gedaan. Ja, maar dit zou, geweldig. dat is een goed voorbeeld. Om, ja. Uh, ja, dat is dweilen. Maar voor mij dan, hè. Ja. Dus dat is niet... niet uh, ik ga ook altijd, voordat ik wegga, loop ik eerst door het huis. Ja. Je zou nog je eigen stoel meenemen of zo. Ja, ja nou, ik, we, hebben we, lang, we hebben al heel lang een. Uh, nee, die neem ik niet mee. <laughs> nee, daar moet je zuinig op zijn op je eigen Nee, vrouw. zeker. Nee, we hebben al heel lang een oude piano staan. Dat denk ik iedere keer. <laughs> Zo'n enorme piano. Zou ik die mee kunnen nemen? Waarom niet? We hebben nu een jaar extra maar over na ja, natuurlijk. Ja, denken natuurlijk iets verzinnen. Nee, maar dat doe ik echt. Uh, dus voordat ik wegga, uh, en dan raai ik ook iedereen aan: loop eens even door je huis. Kijk eens in wat kasten. En je komt altijd wat tegen. Dan heb ik wel veel rotsen, maar anderen hebben dat vast ook wel. En je komt altijd wel wat tegen dat je denkt: ja, ik neem dat gewoon mee. Uh, en dan kan je, ja, nou, dan kan je enorme lommen hebben. Ik heb ook, uh, maar ja, terugkwam ik ineens een been tegen. Van, een, van, ja, ik heb van alles thuis, hè? Een been van een uh, etalagepop. Ja, ja. Gewoon alleen de onderbeen. Dus ik doe dacht, ja, daar past er je arm in. <laughs> dan is je arm en is een been. Ik denk, ja, ja, dan zie je gewoon, dat, dat wordt leuk. Dan hoef je verder eigenlijk niks nodig. Dus ik ben daarmee gaan dweilen. En de volgende dag gingen we met een uh, klein bandje weg. Ik denk, nou, dat doe ik als een godteen teen een, uh, een triangel hangen. <laughs> en ja, en weer een leuke dag. Geweldig, ja. Dus, uh, maar oh, het, het, is, het is allemaal zo simpel. Kijk, doe je ogen op, kijk om je heen uh, en, en, en doe het gewoon. Het hoeft geen act te worden, per se. Nee, gek. Het hoeft geen act te zijn, dat doe ik nooit. Nee. Ik heb er uh, altijd wel wat rotzooi bij. En het, het gaat erom dat je in, uh, iets te doen hebt. Ik, ik entertain graag dan wel. En dus mm -hmm. het is leuk als je dan ook iets hebt. En uh, als je dus geen instrument hebt, is het wel fijn om wat anders te hebben. En dan. Uh, dan ontstaat er van alles. En meestal is het heel anders wat je eerst had bedacht. Maar ja, heerlijk is dat. Ik vind, ja, dat vind ik leuk. Mijn zakken zitten ook altijd helemaal vol met van alles en nog wat. Dus dingen die ik ook tegenkom, die stop ik al in mijn zak. En dan een uh -huh. ander café haal ik weer van alles uit. Ja, en dan zitten soms dingen bij. Er zit een cashcard in of zo. <laughs> ja, dat is leuk. Dan denk ik, nou, dan ga ik iemand, geef ik iemand die cashcard van Gelukkig Nieuwjaar ook en zo. Had ik nog voor jou. Gewoon wel onbekend iemand, toch? ja. Ja. En dan kom je, maar dan kom je wel in gesprek met, ja. met iemand. En meestal gaat hij daarna wel gesminkt weg. <laughs> ja, ja, Die foto op onze Instagram hè, van Montezorre. Ja, die is ook... Uh... Dan sta ik met mijn vader op de foto. Die heb dan zo'n machie uh, schort aan. Oh, ja, en dan die, ja, zie je ja. mij dus inderdaad met twee van die streepjes naar mijn oren. Een, ja. Alsof ik een uh, neus aan een elastiekje had. Ja, en dat is dat smink is... van jou, Joost. Oh, ja, dat is smink ja, ja. Van jou. ja, dat is de makkelijke snel ja. smink. Dat zijn en de stiekskes. Ja. En volgens mij hebt Joost ook de foto gemaakt, toch? Dat zou nog best wel eens Want kunnen. Joost ja. heeft namelijk die foto naar mij toe geappt. Ah. Ja, dat kan. Ik heb hem jou geappt, ja. ja. Ja, ja. Nou ja, ach. Dat zijn dingen die, uh, die herinner ik me allemaal niet hoor. <laughs> Zo leuk waren die niet. Nee, jawel. Nee, dat was juist wel heel leuk. Nee, Leuker, zeker. Is, maar nee. Zeker, zeker. Maar dat is, uh, dat is mijn, 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 mijn dwelstijl. Ja. Vorig jaar liep ik op een gegeven moment. Uh, oh, daar ging ik wel een keer onbekend. Ik dacht dat ik ging eigenlijk niet weg. En uh, mijn maten, die, uh, die waren wel in de stad. We hadden nog de Volg Mijn eh, iPhone-app aan. Hoe heet dat? De, uh -huh. je kan zien, die hadden we nog. Dat was van de Mayday. Want als wij optreden met de Mayday in het buitenland... dan zetten we die er vaak aan. Zodat we elkaar een beetje kunnen vinden. Die stond nog aan. Dus ik denk, ik kan die mannen vinden. Dus toen heb ik in, eh, En ik had van iemand anders een, een, een pak geleend. Een, een Pink Panther-pak. In het roze. Ik nou, dat doe ik gewoon aan vandaag. Die had ik voor iets heel anders geleend, maar dat was niet doorgegaan. <laughs> en ik had nog een viskop thuis liggen. Ja. Dus een vissenkop op. Een roze paraplietje, vond, ik was helemaal roze in één keer. En ik weet niet, ik had nog wat dingen bij. Dus de stad in. Daar ben ik een keer echt alleen, onbekend. En ik dacht, ja, maar eens zien wat er gebeurt. Dus, nou, ik heb heel lang rond die, 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 die mate van mij, dat ik snel nou gevonden, heel lang rondom gestaan. En toen kwam het hoogtepunt van de avond. Dat was een, een, een kraam. Waar ze spinnen, weet je dat? Die, 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 uh, die, ja, ja, die roze dingen. Oh, ja, ja, die suikerspinnen. suikerspinnen. Suikerspin. <laughs> ja, en ik liep daar in het roze. Dus ja, die, uh, die, die juffrouw die vond dat wel leuker, Dus die maakte voor mij een suikerspin. Nou, en dan moet je met een suikerspin gaan dweilen <laughs> in de motregen. Oh ja, lekker. <laughs> dat is een aanraaier. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ik ben met die suikerspen, daar hadden we gaan dweilen. Die mannen mee, die waren met muziek. Dus ik had ook muziek bij. Ik voorop met mijn suikerspen. Ja, en dat is allemaal onverwachts gebeurd dan. Maar je hebt gewoon lol met elkaar. En uh, uiteindelijk is die suikerspen natuurlijk wel, uh, wel overal beland. Ja, <laughs> dat plakt. Ik zag oh, helemaal onder. Oh, dat pak is ook natuurlijk... Oh, geweldig. Eh, nee, maar goed. Dat, is, dat vind ik leuter ja. En dat mag voor mij altijd wel een beetje, een beetje vuil zijn ook. Ook goed. Leuk. <laughs> Dat uh, sminktasje. Hij is al een aantal keer voorbij ja, gekomen. Dat de pikkel. Waar, ja, ja. Die pik waar, komt daar, waar is daar ooit vandaan gekomen? Ja, ik denk dat daar vanzelf is gekomen dan, waar alles vandaan komt. Ik had, denk ik, een doske smink thuis liggen. Mm -hmm. En die kwam ik tegen, die heb ik meegenomen. En uh, uh, ja, zo ben je dat, denk ik, gaan doen. Dat wat, dat, en dat is een beetje uitgebreid. Op een gegeven moment denk ik, ja, ik moet meer smink hebben. En natuurlijk was ik, ja, ik denk dat dat zo is ontstaan. En ik werd ook wel eens gevraagd om even te sminken ergens. Dat kan ook hoor, dat ik ergens aan het sminken was. Met de schuifdeur of zo, weet ik veel wat. Om een beetje te helpen. En uh, ja, dan ga je dat tasje gaan mee. En dat is een magisch tasje dat is dat is heerlijk. Als je dat bij je hebt, dan, dan voel je je ook uh, niet zo alleen. Want, nee, maar dat meen ik echt. Met je dat tasje aanspreken. ben je niet, niet alleen. En uh, er de, de zit natuurlijk, je kan iedereen sowieso je het woord ook was gevraagd omdat ze ze weten wil even sminken of zo nou, dat is niet helemaal de bedoeling het leuke is natuurlijk als er eh, daar je mensen gaat sminken die dan niet, niet per se willen <laughs> of in eerste, eerste instantie niet willen hè ben ik ik heel ik, blij dat ik hem nog niet tegengekomen ben hè? nee ik zal <laughs> ik nee, dat is ook dat is dat is ook dwijlen je moet nooit opdringerig zijn je moet het het moet niet over de grenzen niet over, geen, geen, geen geen randjes opzoeken nee. Uh, of ijder staan heel gauw terug. Jij bent inderdaad. Jij hebt wel eens van die mensen. Die hebben sponsjes bij. En die doen iedereen maar random. Ja, kan uh, verven niet. met zo'n spons. En dat is inderdaad echt irritant. Dat nee, ben ik niet. Nee. <laughs> er nee. ja. zijn nee, we wel mensen uit mijn buurt. Maar dat doe jij niet. Hè, nee, 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 hey, nee, de nee. De ik vind nee. ook niet. Daar hoort ook niet. Uh, je mag er wel mee, een beetje mee dreigen en zo. Maar je moet het nooit doen. Nee, oké. Okay. En het leukste is. Uh, ja, als we smink hebben, je maakt contact met mensen, want op, op twee leden je, uh, je moet ze aanraken, want ja, met smink aanraken. En ik heb altijd mijn pink nodig op de huid, die zet je moet om anders dan, uh, dan trilt het allemaal. Maar, uh, uh, maar als je iemand dan uh, bezig bent met iemand, zo, uh, smink, dan ga je ook, dan vraag je gewoon iets. Wie zei dat jij? Mm -hmm. En weet je, daar komen de meest gekke gesprekken komen eruit. En dat zijn heel leuke gesprekken. En uh, ja, uh, wat ik nooit zou doen, is dus inderdaad uh, uh, tegen de zin in de dag doen. Maar het mooiste is wel, en de uitdaging is wel, als jij bijvoorbeeld uh, drie, vier van die uh, overjaarse vrouwen ziet. Ja. Hey, van, <laughs> van, die, van, die, van die zussen of vriendinnen die dan samen op pad zijn. Hè? Allemaal, al, al 40 jaar dezelfde dwelkleren aan. Mm -hmm. Allemaal een beetje hetzelfde zo. aan lol, eindelijk weer eens aan een drankje. Dat zie je gewoon, hè? Die, die hebben het leuk samen. Dan is de truc om er eentje een beetje gesminkt te krijgen. Want als de ene, dan wil de rest ook. <laughs> maar in het begin wel ze dat natuurlijk helemaal niet. Want nee. ik ga altijd dan bij die mensen. Dan ga je erbij staan. Dan zoek je iemand anders, ziet het wel wel. En dan zien ze nog. En ja, dat doe je het ook leuk, niet te groot. En met een blommenknop neus of zo sminken. Oh, dat vind oh, ik leuk. Ja, ja. Maar nee, dat doe je dan. Dat wil je niet. Totdat er eentje zo op een gegeven moment is altijd. Dan sta je ergens op die komt naar je toe. Mag, mag ik ook even? <laughs> nou, dat is zeker. En werkelijk, die mensen gaan volledig gesminkt het café uit. Uiteindelijk. En de lol dat ze hebben. Ik ook een lol. Want je hebt daar een praatje mee gemaakt. En dat is natuurlijk mooi. Je maakt mensen blij. Het is ook, je weet ook gewoon dat ze belachelijk thuis gaan komen. Wat er allemaal nog gaat gebeuren. Heerlijk. Maar je bent lekker bezig. Je drinkt een pilsje samen. Dat is ook leuk. En, en door. Ja. ja. Dat, dat, en dat is voor mij ook eh, dweilen, maar ja, onbekende mensen zoeken, vinden, gesprekken. Eh, en lekker wat drinken, natuurlijk ook. Zeker, heerlijk. Um, straks um, nog heel eventjes met, uh, met Joost over nou, een klein beetje de stichting nog even aanhalen. Want ja, daar is hij lid van natuurlijk. Mm -hmm. We hebben ook een column ah. van onze grote vriend Ian. Ik heb hem al gehoord, dus ik weet dat hij ook over de stichting gaat. Uh, en ik wilde eigenlijk gewoon voorstellen om uh... nu. Ja, laten we hem uh, instarten dan. Ik uh, zeg instarten. Yeah. Vandaag de gast Joost van Dongen, lid van de Stichting Vaste Navond en Commissie Protocol. De Commissie Protocol, de commissie die zorgt voor het handhaven van goede gebruiken en tradities. De Stichting Vaste Navond is een fantastische organisatie. Het is ooit begonnen in 1946, vlak na de Tweede Wereldoorlog was Bergen een stad waar de inwoners amper iets hadden. Dat god natuurlijk voor iedere stad in Nederland. Hier in Bergen hebben een aantal man onder aanvoering van Kees Becht het lef gehad om het echt anders aan te pakken. De Vaste zoals we die nu kennen is toen ontstaan. Onder de aanvoering van de stichting is de Vaste door de decennia heen uitgegroeid tot een steeds groter en mooier feest. In de beginjaren met nieuwe hoofdpersonages. Later onder andere het meedoen van de peperbus. En de laatste jaren bijvoorbeeld het organiseren van een spektakel op een zondagsvoorweekend. De draai van de kraai twee jaar geleden vond ik een ergelijke toevoeging. Tot op de dag van vandaag weet ik trouwens niet wie heeft verzonnen om al drie weekenden vooraf de stad in te gaan. Maar die persoon, ja, die is echt briljant. Ik kan me trots zeggen dat ik ieder jaar in mijn stadje een authentiek feest kan vieren waar gezelligheid, gelijkheid en verbondenheid echt belangrijk zijn. Dat zijn wat mij betreft de kernwaarden die altijd de pijlers van de vaste navond moeten blijven. En binnen die kernwaarden is vernieuwing mogelijk. Ik noemde net al zaken waar de stichting LEF en vernieuwing heeft getoond. In eerdere columns heb ik het al vaker gehad over zaken die mogelijk vernieuwd kunnen worden of ietsje anders kunnen. En is er iets wat nu aan de stichting vernieuwd kan worden? Ja, dat kan. En dan hoef ik niet lang na te denken wat. Het is al ontzettend cliché geworden, maar daardoor niet minder belangrijk. Vrouwen in de stichting. Ik ben de eerste niet die het hierover heeft en ik zal ook zeker niet de laatste zijn. Ik snap gewoon niet waarom het niet gebeurt. Er wordt gezegd dat het een vriendenclub is die zelf kan bepalen wie er wel en niet lid zijn. In dat opzicht is het inderdaad je goed recht om te bepalen welk geslacht wel en niet welkom is. Maar eerlijk is eerlijk. Als je jezelf als Stichting Vaste Navond een vriendenclub noemt, dan doe je jezelf toch tekort. De Stichting is veel meer dan dat. Het is een organisatie die een volksfeest organiseert voor de bergse samenleving en daarmee bergen toch ook wel een klein beetje vertegenwoordigt. En in bergen zijn de mannen toch niet meer gelijk dan de vrouwen? Ik pleit hier niet voor een revolutie hoor. Voor mij hoeft bijvoorbeeld niet binnen een paar jaar de helft van de Stichting vrouw te zijn of dat een van de pakkendragers een vrouw moet zijn. Maar het volledig buiten houden van vrouwen is toch niet nodig? Het zal vast een keer veranderen. En dat zal ons krabbegat weer een stukje mooier maken dan het al is. Ja, Ian. Wat een dat... mooie, mooie column. Ja. Ja, hij zit er. Je kunnen over. het gewoon tegen hem zeggen. Je mag daar een handtekening vragen hoor. Dat, oh, <laughs> geen goed. probleem. De kom van Ian. Ja, uh, misschien, voor mij valt er iets heel erg op. En, en dat is het zinnetje over dat de stichting zichzelf misschien tekort schiet. Is het iets wat, wat uh, je ja. tekort schiet? Nou, mij, mij viel vooral op. Het, 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 maar goed, daar zat dan misschien meer in het begin. Wat je zei, ja, ik vond dat heel mooi. Een stukje waardering, de stichting. En, uh, of nou niet naar de stichting, maar naar de mensen die daar veel tijd en werk in stoppen. En, um, dat was mooi. En natuurlijk, je hebt uh, gelijk. Uh, dat is natuurlijk een hot item. Vrouwen bij de stichting. Ja. 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 Ik ga er gelukkig niet over. <laughs> um, even naar, uh, naar jou nog als als dwijler en, en en stichting wou ik zeggen, maar daar ben jij natuurlijk zelf niet. Maar um, wat is het verschil als gewone dwijler vastenavieren en als iemand van de stichting vastenavieren? Want je bent er, je hebt erin gezeten in de stichting, daar ben je ook weer uitgegaan en nu zit je er weer terug in. Dus ja, een, ja, wat wat ja. je hebt beide kanten gezien. Nou zeker en nog steeds. Um, um, want als je bij de Stichting Vastenavond zit. Uh, uh, als jij in, wat zeggen, in een functie ben. Of in, heb je daar een uh, boerkilaan. aan. Met, met je herkenbare uh, elementen. Mm -hmm. Dat is ook belangrijk dat mensen ook weten en zien. dat stukje, dat stukje organisatie. Um, je bent dus ook als je um, naar. Uh, Klaar bij mijn taak, eh, want er zijn nogal wat taken, want we rollen van links en rechts en we, we beginnen vroeg. Het is natuurlijk wel fijn als je dan op een gegeven moment ook gewoon lekker vee in kan gaan. Eh, dat klaar is, je mag het vieren dat de dingen gelukt zijn, dat het mooi was. En eh, ja, dan heb je je kiel nog aan. Um, dan ben je natuurlijk nog wel op dat moment een vertegenwoordiger, of herkenbaar als een vertegenwoordiger van de Stichting Vastenavond. Mm -hmm. uh, en dat, dat is prima. Dat is ook leuk. En dan mag ook uh, mag, gewoon uh, kun je alles doen. Maar je bent wel altijd alert. Je, bent, je vertegenwoordigt een club. Dat is hetzelfde als je met een band weg bent. Of vertegen, je behoort bij die band. Je vertegenwoordigt die band. Ga je iets doen wat niet iemand door de beugel kan of wat niet iemand past, wordt de band erop aangekeken. Nou, zo is dat ook natuurlijk binnen Stichting van Snaaf. Tenminste, zo ervaar ik dat. Dus um, ik ga me veel trots doen. Ik doe mijn, uh, mijn kiel aan uh, en alles uh, wat erbij hoort. En ga ik de stad in. Uh, ook met veel trots doe ik hem uit. Om even wat anoniemer te zijn. En uh, uh, gewoon lekker te vu ja, zeg maar vuil te kunnen dweilen. <laughs> um, dat is en, maar heel vaak is dat natuurlijk ook niet. Uh, ik zal nooit uh, als ik uh, geen, uh, geen functie heb of zo uh, in een boerenkiel de stad ingaan. Dat zou ik dan niet doen. Ander Mag wel. wel. Ja, natuurlijk. Ja. En dat is ook heel goed. Want het is natuurlijk fijn als er vertegenwoordigers van, nou, van die, die club, dat die herkenbaar zijn. En dat die ook in de stad zijn. En ja, die mag je dan ook vragen stellen aanspreken. Mm -hmm. of, 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 of maakt niet uit. Maar het is prima dat die er zijn. Hè? Dus uh, ik doe dat dan wel minder. Maar als dat uh, heel erg gewenst zou zijn, zou ik dat ook doen. Ja. Prima. Ja. Maar je bent dan ambassadeur van, van die club. Niet, geen ambassadeur van de Vastavond, want dat zijn we met z'n allen. Uh, dat is iedereen. Maar wel van die organisatie. Okay. En daar mag je best uh, trots op zijn. Zeker. Ja, ja. Maar ja, dus nou, dat is zo hoe ik het doe. Allebei leutig. <laughs> Allebei leutig. Met een E. Met een E, ja. Heel goed dat je <multifparantie> het nog een keer zegt. Uh, eh, kijk, jullie zijn met protocol natuurlijk heel veel uh, uh, vooraf bezig. Uh, ja, het hele jaar door, hè? Ja, ja. ja. Maar wat is, uh, wat is, is uh, nu, uh, euh, uh, laten we gewoon voor jou spreken. Wat zijn precies jouw taken gedurende de vaste avond? Um, nou, wat, wat wij doen is, um, het zijn allemaal een soort, het is een vies woord, een project, zeg maar. Het is een, mm -hmm. Kijk, een 11-11 bijvoorbeeld organiseren, dat is natuurlijk een, 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 een ding op zich. Um, dus wordt er ieder jaar gekeken van, nou, wie, wie gaat het organiseren? Wie neemt daar even de, 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 niet de verantwoording, maar de projectleiding, zeg maar. Hè? Iemand moet even een beetje de, de, de boel in de gaten houden. En de, de, alle eindjes naar elkaar knopen. En zo worden de groepjes gemaakt. Um, en worden, worden dingen. Uh, dat dat idee kan er anders zijn. Dus dan, maar dan zit je een beetje aan de organisatiekant. En om te zorgen daar, om daar invulling aan te geven. Mm -hmm. en verder worden we natuurlijk met z'n allen geacht. Om inbreng te geven. En idee, met ideeën te komen. Voor, uh, voor van alles en nog wat. We zijn ook al lang. Uh, met een motto bezig bijvoorbeeld. Nou eigenlijk meer met thema. Um, en dat, ja, iedereen doet mee natuurlijk. Iedereen heeft ideeën. En uh, als er een, iemand, uh, als er een, een idee is van wat. denk ik, ja, dat kan wel leuker worden. Dan gaan we er eens op verder doorbomen. En dan kan het er afvallen. of uh, nou, hebben we er in de ijskast gezet. Mm -hmm. dat, dat is voor iedereen. Maar jouw jaar is altijd anders. Uh, net hoorde ik de draai van de kai bijvoorbeeld langs. Uh, de, ja, de draai van de kraai. Ja. Die kwam net langs. Nou, dat was bijvoorbeeld een project waar ik bij uh, betrokken was. Dat was superleuk. Wat ook geluk natuurlijk met weer. Maar dat is natuurlijk wel gaaf als je daar al, al maanden of een half jaar mee bezig bent met elkaar, om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dan ook, uh, in dit geval had ik dan uh, vanuit protocol uh, die, die taak om dat te doen. Uh, en dat doen we met allemaal mensen vanuit andere commissies, lekker stichtingsbreed, hè, net wat, je, wat we nodig hebben in de organisatie. Mm -hmm. En uh, iedereen uh, doet zijn ding. En als dat, als dat dan zo goed uitpakt, ja, dat was wel een feestje. Na afloop. Maar dat was wel twee uur nadat de mensen weg waren. Want dan zijn we gewoon aan het opruimen. Ja. En dan zijn we bezig. En daar geef ik niet. Dat doen we het ook voor. En uh, ja, dat is natuurlijk leuk. En dat was een zo'n dat, dat project. Nou, dat was dan. Daar was ik druk mee toen. En zo is het ieder jaar weer anders. Mm -hmm. Dus het is niet zo dat, uh, wat dat betreft, uh, vanuit protocol altijd dezelfde boeren voor dezelfde verantwoordelijkheid. Nee, dat wisselt. Kijk, je doet dingen wel een paar jaar vaak. Ja. Hey, ik ben al... Uh, dat, dat, dat is zo, dat, 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 Maar op een gegeven moment wisselt dat Of Je gaat naar een andere projectgroep of iemand wil graag wat anders. Uh, natuurlijk, als al dingen goed gaan, waarom zou je het veranderen? Laat, laat een groepje in stand. Maar langzaam evolueert veranderen. Wij zijn niet van het mot allemaal gelijk anders en iedereen moet. De, nee, laat maar. Uh, Doe het een paar jaar. En dat, uh, dat, dat, ja, wat ik zeg. Als dat goed gaat en je vindt het leuk tenminste dingen motten gedaan worden, maar goed, het zijn allemaal leuke dingen, dus dat is nooit een probleem om iemand te vinden die dan even de eindverantwoording wil nemen. Ja. Wat mij even schiet mij nu zo ineens te binnen. Uh, vanaf uh, wanneer uh, weet jij of uh, als protocollid wie dat bijvoorbeeld de nieuwe noogheid wordt? Met 11.11. -11. Dat is voor jullie ook echt wel echt 11.11. -11. Ja. Ja, ik wou nog vragen waarom jij het niet was geworden, Koen. Maar ja, dat, dat, hoeft dat zou je dan niet... ja. aan Joost moeten vragen. Ja, nee, ja. ja daarom, ja. Nee, maar... dat, zijn, dat zijn mooie magische dingen natuurlijk. Hè. En het is natuurlijk fantastisch dat, dat, eh, dat er twee dingen geheim kunnen blijven. En één is, na afgelopen jaar, wie wordt de hoogheid? En dat is natuurlijk, in deze wereld waar we nu leven, is het natuurlijk prachtig dat dat kan. Ja. En dat iedereen mee werkt om dat, eh, eh, om dat zo in stand te houden. Maar het is ook mooi om te weten, om vooral om niet te weten uh, wie de geheime commissie is. Geen mens weet dit. Dus. Maar als een... jij het wel bent, dan moet je ook maar uh, een goede leugenaar. Well, leugenaar is weer een groot woord. Maar je moet wel ja. ja, goed kunnen ontkennen dat jij erin zit, ja of nee. Ja, of niet. Uh, je kan ook niet. Dat is niet meer zijn geheim. Zijn... Nee, nee, nee maar ja, wie zegt dat, dat zo is? is? Dat is nou ja, natuurlijk uiteindelijk is wat ik ook het, het mooiste vind. De, als ik aan jou, hè, wij hebben natuurlijk uh, in de afgelopen periode veel bij elkaar gezeten ook ja. voor 11 11 toen wij Joost Eijkman zo interviewen Eikman, ja. toen hebben wij natuurlijk ook vaak genoeg aan elkaar gevraagd Benne Geije <laughs> ja. ja dat klopt ja toch heerlijk, en, dat dan spel. vind ik het het is heerlijk om daar geen eenduidig antwoord op te ja, geven hey, de ene keer bij het wel een andere keer niet ja. Ja. nee maar dat is mooi en dat dat kan allemaal en weet je het is ook een beetje het, het doet er ook niet toe wie wie het zijn en dat geldt ook voor alle andere dingen. We doen dat belangeloos. Het, het, het gaat de dingen zijn georganiseerd vanuit de Stichting Vasenavond. Uh, net zoals dingen ook uh, vanuit bandjes of bouwclubs georganiseerd zijn. En je doet dat als club. Het is niet van uh, Pietje, Keesje doet do dit nee. Dat, liefst in de anonimiteit. Ja. Van, we doen dat samen en het is er. En dat is mooi. Ja. Want het, het doet er gewoon niet toe. Daarover gesproken, organisatietechnisch en zo. We zitten nu 2021 natuurlijk toch een ja. apart jaar. Ja. En ik ga nu een vraag stellen. Ik vrees dat ik geen antwoord ga krijgen. Oh, nou wie maar, weet, wie weet. Maar, wie wordt er nu? Uh, nee, <laughs> nee uh, wat, 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 gaat, wat uh, gaat de stichting organiseren dit jaar? Ja, nou, dat is. Uh, we zijn bij uh, draaiboek uh, 486. <laughs> En morgen ligt er weer een nieuwe. Oh ja. Ja. Nee, het is... Uh, weet ik niet. Uh, uh, ik, ik kan jullie uh, na afloop, uh, na de vaste vertellen wat voor plannen we misschien allemaal hadden. En dat was veel. Uh, maar je moet continu bijschalen. Uh, uh, moet anders dingen kunnen wel, dingen kunnen niet. Ja. Uh, alles rekening houden. Uh, en dat is prima. Uh, de kracht is dat uh, niemand zich laat uh, uh, tegenhouden. Om, om niks te gaan doen. Je kan ook gewoon bij de pak neer gaan zitten en zeggen, ja, euh, laat maar zitten. Nee, er is altijd zoveel creativiteit en zoveel wil in de clubs. En dat, maar dat zie ik ook bij, bij, bij bouwclubs en bijntjes en, 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 en andere. De, de, er zal iets gebeuren. En zo is 11-11 ook tot stand gekomen. Er waren heel wat draaiboeken aan vooraf. En er waren hele andere plannen waren er ook. Maar uiteindelijk uh, uh, lag er iets, waar hopelijk, uh, en dat heb ik wel van velen gehoord, wat heel erg werd gewaardeerd. Mooie uitzending, zeker. Een, 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 een passende presentatie. Nou, vind ik toch knap om dat gewoon zo weg te zetten. Alles binnen de, de, de regels die er toen holden. Ja, nu gelden er weer andere regels. Uh, ja, morgen misschien weer. Uh, dus ja, ik kan echt niet zeggen wat het gaat worden. Eén uh, ding is zeker, we gaan het jaar markeren. Ja, sowieso. Ja. Um, ik wil ook nog even wel alvast iets afspreken met Joost. Oh. Ja, het lijkt mij ja, toch wel ja, dat ja, ja. als we weer gewoon mogen dweilen weer de stad, dat we gewoon met z'n drieën sminktasjes meenemen. Dan gewoon, ja, gewoon heel ja, de ja, stad ja. doorgaan. Gewoon. Ja, maar Joost kan het een beetje, ik kan het niet. Dat he? ken jij wel, want ik kan het, als jij. Als, nee, dat is goed. Dat gaan dan gaan we, we doen. Dat lijkt me leuk, man. Dan gaan we doen en dan uh, jij hebt je trombone. <laughs> Koen, ja, wat voor koen, wie eh, weet is ja. er weer iets anders voor me? Ja, ja je weet misschien, het niet. Misschien toch die trium. Nee, maar dat, ik sta er altijd voor op. Want dat, is, dat is leuk. Gewoon ook met ook met, 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 met jullie. Die kennen elkaar dan wel een beetje, maar misschien niet, niet super goed. Het Is natuurlijk fantastisch om daar juist mee te gaan dweilen. Ja. En eens kijken wat we beleven en wie we ja. tegenkomen en wat er gaat gebeuren. Misschien, misschien toch weer doktertje spelen. Ja, wie weet. Gaan we opereren? Ja. Maar we eindigen ergens in een e-tent. Noem ja. <laughs> maar zes kapslomp. Nee, heerlijk. Uh, ja. Zeker. Uh, de eindvraag, Koen. Ja, ik denk dat we moeten, moeten ja, gaan, uh, ja, gaan ja, afsluiten. Ja. Ik denk dat we met jou nogal jaren door kunnen praten. Een ja. stuk uh, door Joost. Echt super tof. Maar de eindvraag uh, is eigenlijk de vraag die we aan het begin, uh, ja, ook aan het begin hadden. Van, uh, ja, wat wil je zeggen? Ja, ik wil zeggen, jij hebt hem opgeschreven. Ja, Laat hem maar komen. Ik heb hem ook nog onthouden, denk ik. Oh, maar jij nou, jij nou, hebt hem opgeschreven. Oké, okay, dan wil ik weten wat jij hebt onthouden. Volgens ik mij niet, was de vraag: wat is vaste avond? Heel, heel goed. Wat is vaste avond? Dat is niet te beantwoorden. <laughs> nog steeds niet. nee. Waar je wel kan vragen, eventueel. Of kan jullie kunnen vragen. Wat is vaste avond voor jou? Uh, want dat is namelijk voor iedereen anders. Ja. Uh, maar vaste avond voor mij is iets. Uh, Magisch. Het is een moment dat uh, de, de rangen en standen even een beetje verdwijnen. Iedereen gelijk is. Dat het niet uitmaakt of je geld hebt, geen geld. Of je uh, dik, dun, lang, dun. Uh, maakt allemaal niet uit. Uh, je bent een soort één. En die neus die helpt daar dan nog bij. Mm -hmm. Dan word je nog meer één. En het is gewoon heerlijk om uh, zonder al te veel te hoeven nadenken. Om gewoon met elkaar uh, plezier te hebben. Uh, goede gesprekken te hebben, uh, ja, het, 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 het samen te beleven. En er is ruimte voor iedereen en voor alle creativiteit. Maar er is ook ruimte voor geen creativiteit. Als je denkt, ik ga liever even uh, gewoon in mijn normale dweilpak, die ik al honderd jaar aan heb, de stad in, om weer eens te luisteren naar een bandje. Heerlijk, ook goed. Kom naar die stad. Beleef het mee, maar beleef het wel. Uh, of vier het of, 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 of uh, hou, het, ja. hou het binnen de, uh, de normen die op dit moment gelden. Ja. En binnen de tradities. Want als we samen dat uh, uh, houden, uh, handhaven, ja, dan komt het altijd goed. En dan is het ook voor iedereen leuk. En er zijn dan genoeg mensen ook van buiten de stad die hier naartoe kwamen. En die hebben het hartstikke leuk. En die komen terug, of blijven terugkomen. Sommigen vinden het wel minder leuk. Nou, ook goed. Dan niet. Maar uh, ja, het is voor mij een heerlijke periode in het jaar, uh, ook wel omdat wij natuurlijk al een heel jaar ermee bezig zijn. Ja. Is het ook heel fijn om dingen uh, te zien gebeuren waar je allemaal aan, aan hebt gezonnen. En vooral wat ik het dan het allermooiste vind is om te zien hoe anderen het invullen. En uh, ja, en samen, vast een avond vier samen. En dit jaar, ja, vast avond op anderhalve meter bestaat voor mij niet. Um, dus in die geest is het voor mij geen vaste avond dit jaar. Maar het is wel vaste avond. Ja. Dus dat is, dat is voor mij. Maar ik denk als ik het maar jou zou vragen, is vaste avond anders. Aan Koen ook. En, en, en Ian. Dus eh, voor iedereen anders, maar voor iedereen goed. Ja. Binnen die geest Lijkt me een mooie ja, toch? Koen. Zeker, zeker, zeker. Um, Joost, ja, hartstikke bedankt dat je in ons mooie studio nou, is gekomen. vond het heel leuk. Mooie uh, en een prachtige studio. Complimenten hoe jullie het allemaal weer hebben ingericht. En binnen ook weer al die regels die gelden. Uh, het is dat we een koptelefoon hadden, want je zit zo ver weg dat je alles ja, niet had gehoord. Nee, precies. Nee, bedankt. Zeker. Leutig. Dankjewel, Joost. En uh, wij zijn volgende week weer. Dat zal toch wel? Of misschien nog sneller. Ja, wie weet. Wie weet. <laughs> helemaal top. Dankjewel. Oh, je hebt die neus echt gewoon helemaal zelf gemakt. Uh. Ja. Wat? Volg jij die mannen nou nog niet op Instagram? Bottes, dus, laagstripje horen. En geef ze dan gelijk een hartje en liken en delen en share.